Een verrassende wending vandaag in het hoge beroep van de Mallorca-zaak. Hoofdverdachte Sanil B. wordt vrijgesproken van doodslag op Carlo Heuvelman. Het is een zaak die al sinds de dood van Carlo heel veel losmaakt. De Nederlander die woensdag door een groep landgenoten werd mishandeld op het Spaanse eiland Mallorca is overleden. De 20-jarige Sanil B. wordt verdacht van doodslag op Carlo Heuvelman. Dit soort zinloos en extreem groepsgeweld wordt zwaar gestraft. Onvoorwaardelijke gevangenisstraffen voor 7 van de 9 verdachten in het uitgaansgeweld op Mallorca. Sanil B. kreeg met 7 jaar cel de zwaarste straf. Jij en je mededaders hebben het leven van velen in 1 nacht onherstelbaar beschadigd. Meerdere verdachten hebben aangegeven in beroep te gaan. In de Mallorca-zaak is hoofdverdachte Sanil B. in hoger beroep vrijgesproken van doodslag op Carlo Heuvelman. Ja, hier aan tafel de advocaat van Sanil B., Peter Plasman, en misdaadjournalist van NRC, Bram Ennedijk. Welkom allebei nogmaals. Ja, Peter, het OM had wederom 10 jaar geëist. Ben jij verbaasd door deze uitspraak? Nee, absoluut niet. Ik was verbaasd door de uitspraak in eerste aanleg, de veroordeling. Precies op basis van argumenten die het Hof gebruikt heeft vandaag om vrij te spreken. Dus het verbaasde mij helemaal niet. Ik had het eigenlijk gewoon verwacht. Ja. En hoe was het met zijn nieuw? Nou ja, die denkt natuurlijk van, ja, mijn advocaat die praat mij moed in. En op basis van argumenten, maar die beslist niet. Helaas, het Hof beslist. Dus het is altijd heel erg spannend. Het werd nog extra spannend omdat hij niet voortijdig werd vrijgelaten. Wat ook een teken kan zijn van er komt een hogere straf. Mm-hmm. Dus dat spatte vandaag in 1 keer allemaal van hem af, die spanning. En ja. Ook zijn ouders die waren erbij. Dat was echt. Er zitten heel veel emoties in deze zaak bij mensen die. Hij zegt: ik ben onschuldig, heeft vanaf het begin gedaan. En als die onschuldig is en hij wordt, en dat heeft het Hof nu gezegd, en je zit dan met die veroordeling. De hele familie gaat er onderdoor. Aan de andere kant, familie nabestaanden van Carlo Heuvelman, precies hetzelfde verhaal. Waar het eigenlijk leed nog groter is, want dat blijft zo. Daar komt geen goed nieuws meer. Dus het is een hele emotionele, geladen zaak geweest. Bram, jij volgt de zaak al vanaf het begin. Je hebt vandaag ook contact gehad, hè, met de advocaat van de nabestaanden. Klopt. Wat hoorde je van hem? Ja, zij zijn wel kapot. Hè? Omdat zij, denk ik, het idee hebben. Er is een groep jongens, die bijna allemaal uit Hilversum komen. Die komen in conflict met een andere groep, waar Sanil ook in zat. En het idee is toch wel, als je het dossier leest, ja, dan is dat ook wel ergens op gebaseerd, dat één van die jongens verantwoordelijk is voor wat er met Carlo is gebeurd. En zij vinden het dus heel moeilijk te verkroppen dat nu er niemand voor wordt veroordeeld. En zij hebben zoiets van, het gaat ons niet om een straf. Het gaat ons erom om te weten, wat is er met onze zoon gebeurd? Mm-hmm. En dat antwoord hadden we een beetje, want er was iemand voor veroordeeld, hè, die daar verder niks over zei. Maar nu zijn er eigenlijk nog meer vraagtekens dan dat het er al waren. En dat vinden ze heel erg ingewikkeld. Ja, want het ging in eerste instantie om een groep van 9 jongens, hè, uiteindelijk om een groep van 7. En je kunt stellen dat binnen die groep van 7 zit degene die uiteindelijk het dodelijke... de dodelijke schop heeft toegediend. Ja, ik denk dat je dat kan stellen, ja. Vind je ook dat je dat zo kan stellen, nee, Peter? Nee, dat kun je pas stellen als dat vaststaat. Dat kan een heel sterk vermoeden zijn. Er zijn ook zeker aanwijzingen voor, maar je kunt niet buiten de rechter om gaan zeggen, ja, één van jullie moet het geweest zijn. Overigens heeft die aanwijzingen zijn natuurlijk wel sterk, toch? De rechtbank heeft overigens in eerste aanleg ook de zaak onduidelijk gelaten. Ze konden ook niet anders, omdat ze hebben gezegd, van Sanil staat het vast. Maar daarnaast is er minimaal 1 andere persoon verantwoordelijk voor de doodslag. De rechter sprak net ook over mededaders. Ja. Dus de duidelijkheid was er toen ook al helemaal niet. De vraag is, staat het vast dat het een van de verdachten is die verantwoordelijk is? Dat soort dingen staan pas vast als een rechter daarover heeft geoordeeld. Ja, maar het is natuurlijk voor de omgeving. Maar juridisch klopt dat natuurlijk. Ja, juridisch. De juridische werkelijkheid. Tuurlijk. Is dat. En daarvoor hebben we ook hebben rechters natuurlijk om vast te stellen wie er verantwoordelijk is. Mm-hmm. Alleen, er is natuurlijk wel iemand die een jonge jongen die gaat niet zomaar dood. Mm-hmm. Hè? Er waren daar 2 groepen. Hè? Als je dat leest. Ja, er zijn natuurlijk altijd andere scenario's mogelijk. Maar als je er gewoon naar kijkt,
Ja, dan is dat wel wat er is gebeurd. Ja. Maar je moet er niet gewoon naar kijken. Je moet er juridisch naar kijken als het gaat om schuld vaststellen. Kijk, hoe er gewoon naar gekeken wordt, dat kunnen we elke dag in de krant lezen. Daar heeft de rechter vandaag ook iets over gezegd. Mm-hmm. En niet zomaar iets. Wat heeft de rechter gezegd? Want dat ging over hij had een aanklacht tegen de media. Hè? Hoe die hier om zijn gegaan. Het Hof heeft overwogen dat er dat er buitensporig, buitenproportioneel aandacht is geweest in negatieve zin. Dat mijn cliënt al van meet af aan als dader is neergezet. Daar komt hij ook nooit meer vanaf, hè, van al die berichten, digitaliteit. En de rechter heeft, en dat is echt uitzonderlijk, ook strafkorting gegeven vanwege de buitenproportionele media-aandacht, waarbij de rechter ook heeft gezegd, ja, dat is eigenlijk niet normaal dat we daar korting voor geven. Want als je strafbare feiten pleegt, dan roep je het ook over jezelf af, die media-aandacht. Maar dit is zo erg geweest, we gaan strafkorting geven. En dat heeft er ook mee te maken dat hun namen al vrij snel op internet natuurlijk rondgingen. Niet alleen de initialen, maar ook echt volledige naam, foto's, adressen, alles is genoemd. Of eigenlijk het bizarre doet zich nu voor. En dat komt ook allemaal uit bronnen van mensen die eigenlijk zeggen, hang ze op of sluit ze levenslang op en gooi de sleutel weg. En die veroorzaken dus dat er een korting in de strafmaat komt. Want heel even, Bram, wat zijn nu de straffen voor de jongens? Want ze zijn wel veroordeeld. Ze hebben meer vechtpartijen plaatsgevonden op die avond in Mallorca. Ja, kijk, het beeld is ook een beetje. Saniel is natuurlijk vrijgesproken voor wat er met Carlo is gebeurd. Maar hij is wel veroordeeld voor andere vechtpartijen die ook op beeld staan. En andere jongens zijn er ook voor veroordeeld. Hè, soms voor openlijke geweldpleging en soms voor andere incidenten. Het ingewikkeld aan deze zaak was dat er een deel op beeld staat. Hè, dus je ziet een deel van de gevechten, zie je wie wat doet eigenlijk. Maar als het gaat over Carlo Heuvelman, wie hem een schop heeft verkocht of wie hem heeft geslagen, dat staat niet op beeld. Hè. Dat maakt het natuurlijk ingewikkeld. Ja. Mm-hmm. En de rechter heeft vandaag geoordeeld, hè, mede door het werk van meneer Plasman. Hè, dat is gewoon zo. En mijn collega, Boumanjal, we hebben hem z'n tweeën gedaan. Okay. En de collega, dat hebben die ook genoemd. De onderdelen waarop de rechtbank zei van, nou, Saniel heeft dat, is daarvoor verantwoordelijk, dat in de ogen van het Hof anders ligt. Ja, ja. En dat is natuurlijk onze rechtsstaat. Ja. Dat staat buiten kijf. Ja. Ja. Het leek er in die zin slecht vorm uit te zien, omdat er DNA van Carlo is gevonden op de schoen van Saniel. Ja. Dat is eerder, is dat ook als een hard bewijs, is dat naar voren gebracht. Hè? Ze hebben hem ook met een undercover politie hebben ze hem verhoord. En toen gezegd, die grensrechter die ooit is doodgeschopt, hebben we ook met DNA op de schoen van de dader hebben die weten te pakken. Ja. Hij is terug de cel ingegaan en heeft tegen zijn medegedetineerde gezegd, ze hebben me te pakken, ik ben erbij. En dat bleek een undercover agent te zijn. Dat leek voor mij zo'n hard bewijs. Nou, dat heeft hij zo absoluut niet gezegd. Dat is weer wat ik net bedoel van, je moet niet gewoon oordelen, je moet juridisch oordelen, want dit is het verhaal wat naar buiten is gekomen. Hij heeft juist in dat undercover traject, heeft hij gewoon ontkend. Dat hij zei, dit kan niet. Dat DNA kan niet op mijn schoen zitten, want ik heb hem niet geschopt. Ja. Maar dat is gewoon. Zo maar gaat dat DNA kennelijk zat er wel, toch? Dat DNA zat er en dan heeft de rechtbank daar een keihard bewijsmiddel in gezien. Het Hof heeft heel zuiver geoordeeld dat DNA is van Carlo Heuvelman. Dat staat vast. We weten niet wat voor DNA het is. Is het bloed? Is het speeksel? Is het huid? Het is minimaal, dus dat past eigenlijk ook niet bij een schop, want dan heb je meer DNA. Maar het Hof heeft als belangrijkste overweging, we kunnen dat niet als een daderspoor aanmerken, omdat dat DNA op verschillende manieren op die schoen terechtgekomen kan zijn. Dus dat is weggevallen als bewijs. Het hoger beroep diende in december en toen reageerde ook de moeder en vriendin van Carlo op de verdachte. Laten we daar even naar kijken. Ja. Ik kan er niet tegen dat mensen hier de waarheid niet vertellen. Alleen maar om hun eigen hachje te redden. Vertel eerlijk wat je gedaan of gezien hebt. En accepteer de consequenties. Kan het toch dat zo zijn dat er na 2,5 jaar nog steeds geen duidelijkheid is van wat er gebeurd is? Die onmacht doet zoveel pijn. Om door te kunnen gaan, moet ik ook loslaten. Maar ik wil niet loslaten. Kijk, voor de nabestaanden is het natuurlijk zo dat hun zoon en hun vriend is overleden. En dat dus in die groep waar we het al eerder over hadden, daar zit de dader in. Dat zouden we wel zo kunnen stellen. Alleen zullen we natuurlijk, omdat zij dus niks zeggen,
zullen zij nooit weten wat daar gebeurd is. Zij zeggen, wij vinden het heel moeilijk te geloven dat er niemand van die jongens weet wat er is gebeurd. Ja. Ofwel omdat diegene het zelf heeft gedaan, of omdat hij iets heeft gezien. En zij voelen daarin van, er zijn dus mensen, hè, zo zien zij dat, die meer weten dan ze hebben gezegd. En daar heeft natuurlijk ook de rechter in eerste aanleg, heeft een beroep op die verdachte gedaan. Die heeft gezegd, wees een vent en vertel wat er gebeurd is. Daar zit natuurlijk impliciet de boodschap in van, één van jullie weet het. Ja. Ik denk dat meneer Plasman dat anders ziet. Die zegt van, het Hof ziet het anders. Nou ja, als je het niet weet, hoe ik het zie, is niet zo belangrijk. Het Hof ziet het anders. Ja. En zegt dat dat dus niet gezegd kan worden. Hoe wij het zien natuurlijk als publiek, denk je toch, oké, u bent advocaat, u doet uw werk. Maar hier is een groep jongens. Eén van die jongens moet het hebben gedaan. Tenzij de marsmannetjes natuurlijk op aarde zijn gevallen. Maar dat klopt niet. Dat klopt natuurlijk. Nee, want er is nog een ander punt wat hier niet nog genoemd is. Er zijn 11 getuigen die hebben Carlo als een plank achterover zien vallen. En die hebben de meest afschuwelijke verklaringen afgelegd over wat ze toen zagen en hoorden. En dat ga ik hier niet herhalen. Maar dat wil je niet over je eigen kind horen dat dat wordt gezegd. Dus dat is ook nog een punt in deze zaak. En dat raakt dan, wat is nou precies de doodsoorzaak? Ja. Dus er zijn andere mogelijkheden. Hoe is hij dan overleden? Waarom is hij dood? Iemand heeft dat hem toch... Als 11 getuigen zeggen... De volgorde zou dan zijn dat hij een vuistslag in zijn gezicht heeft gekregen, waardoor hij knock-out was en toen als een plank achterover viel op de stoeprand. Of vlak naast de stoeprand. Met allerlei gevolgen die beschreven zijn. Ja. Nee, dan is het geen doodslag. Want als je valt, en dat is allemaal juridisch, dat is geen doodslag. Nee, maar dus, het letsel, meneer Plasman, dat is wel vastgesteld volgens mij. Het letsel past meer bij een aanval van een van de verdachten dan dat hij is gevallen. Precies, past meer. Goed. Dus... Dan is de andere mogelijkheid niet uitgesloten. Dus het staat niet vast. Dat is het enige wat ik hier betoog. Mm-hmm. En we kunnen dus in de samenleving van alles denken. Ik kom even terug op de nabestaanden van Carlo Heuvelman. Ja. Het lijkt me de meest afschuwelijke situatie dat je kind kwijt bent en dat je inderdaad, dat ook werd verklaard op de zitting, dat je inderdaad ook weet, waarschijnlijk krijgen we nooit die duidelijkheid. En dat als één ding bij een nabestaande aan de orde is, dan is dat het verlies is er. Maar als je ook daarbij niet weet hoe dat gebeurd is, wat daar precies gebeurd is, en dat je ook nog weet, de verantwoordelijke die ontloopt zijn straf. Ja, dat is het meest afschuwelijke situatie die je kan hebben. Maar moeder zegt, maar dit is de laatste vraag. Hoe moeder die zegt, ik zou willen dat iemand mij iets vertelt, desnoods anoniem. Maar ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Hè. Stel, iemand zegt nu, ik weet wel iets meer, ik zeg het anoniem tegen de moeder. Niks uitsluiten, dat kan. Het kan ook nog van buiten afkomen. Dus er waren er heel veel mensen die dingen gezien kunnen hebben buiten de groep verdachten. Ja. Dus ik weet niet hoe de belangen liggen. Nee. Maar het kan altijd zijn, dat gebeurt ook wel eens, dat mensen uiteindelijk zeggen, ik kan hier niet mee verder leven. Ja. Ik ga bijvoorbeeld, ik ga anoniem of op een andere manier, ga ik die ouders, nabestaanden helpen. Ja. Ja. Kan. Maar in ieder geval is steeds de hoop in deze zaak. Ja. Hè? En dat is eigenlijk nooit gebeurd. Nee. Dus de kans dat dat na deze uitspraak alsnog gebeurt, ik hoop het voor de nabestaanden. Ik hoop het ook heel erg voor de nabestaanden. Ik denk dat die kans niet groot is. Nee. Waar gaan ze volgend jaar op vakantie? Dat vind ik een beetje in deze zaak. Nee, maar ik begrijp dus heel erg jouw frustratie. Ja, en dit is dus gewoon de juridische werkelijkheid. En vervolgens is iemand, zijn mensen hun zoon kwijt en is er... Ja, zijn ze eigenlijk allemaal vrijgesproken. Ja, ze zijn veroordeeld voor ernstige delicten. En ze hebben echt hele buitensporige... Het zegt het Hof zelf ook, buitensporig wil ik niet zeggen. Maar ze zijn veel zwaarder gestraft dan wat er in dit soort zaken standaard wordt opgelegd. En je hoopt ook dat mensen uiteindelijk toch ook nog een geweten hebben. Ja, en misschien over een tijd alsnog denken, hier kan ik niet mee leven. Ik ga het vertellen. Laten we dat hopen. Meneer Plasman, dank je wel. Graag gedaan. En Bram, dank je wel.